In het voorkeursalternatief volgt de nieuwe Noord-Zuid-verbinding het tracé langsheen de Grote Baan. Daarbij worden twee tunnels voorzien, een tunnel in Houthalen en ook een tunnel in Helchteren. De tunnels halen een groot deel van het verkeer weg van de huidige Grote Baan en zo ontstaan ook heel wat kansen om de leefbaarheid in die beide kernen, Houthalen en Helchteren, te gaan versterken. We zetten ook in op een sterkere identiteit voor de Grote Baan en een meer kwalitatieve publieke omgeving. Op het tracé van de Grote Baan zal ook een vrije bedding worden gerealiseerd voor het hoogwaardige openbaar vervoer van Noord-Limburg tot Hasselt. Er zullen haltes aanwezig zijn, zowel in Houthalen als in Helchteren. In deze video vertel ik jullie meer over de onderdelen en de opbouw van het voorkeursalternatief. En daarvoor maak ik graag gebruik van de overzichtskaart. We doorlopen het traject van de nieuwe Noord-Zuid-verbinding van Noord naar Zuid. We starten het traject van Noord naar Zuid in Hechtel aan de huidige Flessenhals. In het voorkeursalternatief zal de nieuwe Noord-Zuid met 2x2 rijstroken, dus 2 rijstroken in elke richting, worden verder gezet. En zal ook ter hoogte van Bungalowpark een nieuw op- en afrittencomplex worden voorzien. Dat zich ook vlotter aansluit op de Noord-Zuid en verbinding ook maakt met de Hasseltse baan in Hechtel. Die beide ingrepen garanderen hier een veel vlottere doorstroming van het verkeer. Meer zuidelijk passeert de nieuwe Noord-Zuid doorheen een gebied met een hoge natuurwaarde en heel wat aaneengesloten natuurgebieden. In het voorkeursalternatief zijn ook verschillende maatregelen en acties benoemd die inzetten op het versterken van het landschap en de ecologie. In dit gebied zijn er twee voorbeelden. Het eerste situeert zich ter hoogte van de bedrijvenzone Helchteren Noord. Hier zal de huidige bebouwing, de huidige functies zullen hier verdwijnen en zal er worden ingezet op het ontwikkelen van een nieuw stukje natuur, aansluitend op de beschermde natuur daaromheen. Aanvullend, als tweede belangrijke element, wordt over de Noord-Zuid-verbinding heen een ecoduct geplant, waar het natuurlijke systeem, de dieren, de fauna, een vlotte verbinding over de Noord-Zuid heen zal krijgen. Meer zuidelijk komt het verkeer terecht net na de fietssnelweg op de voormalige spoorwegbedding aan het op- en afrittencomplex Helchteren Noord. Dit nieuwe op- en afrittencomplex sluit rechtstreeks aan op de Peerse dijk en ontsluit zo Molenheide, maar zorgt ook voor een vlotte ontsluiting van Remo en de Kievietwijk. Belangrijk is dat dit aansluitingscomplex in het voorkeursalternatief de ontsluiting organiseert van het hele dorpscentrum van Helchteren. Vanop deze op- en afrit zal een dorpsboulevard langsheen de Noord-Zuid de verbinding maken naar het centrum. Ten zuiden van het op- en afrittencomplex kan de Noord-Zuid vlot functioneren met 1 rijstrook in beide richtingen. Op die manier kunnen de tunnels in Helchteren smal gehouden worden en beperken we ook de impact op de bebouwing langsheen de Grote Baan. Op het schema is indicatief met de oranje aanduiding die verwachte impact op de bebouwing aangeduid. We bevinden ons in een strategische fase op dit moment. In de uitwerkingsfase, wanneer dit voorkeursalternatief meer in detail wordt uitgewerkt, zullen we uiteraard alle inspanningen doen om die impact minimaal te houden. De tunnelmond zelf van de Noord-Zuid-verbinding in het noorden situeert zich ter hoogte van de Eikendreef en de Broekstraat. Hier zie je ook hoe de roze lijn, de dorpsboulevard die Helchteren binnenrijdt,
na de tunnelmond bovenop de tunnel zal kunnen terechtkomen en de verbinding maakt met de Kazernelaan en de Helsoltstraat. In het zuiden sluit de grote baan niet aan op de Noord-Zuidverbinding. Hierdoor is de impact van de tunnelmond beperkter en zal ook een nog meer verkeersluwe zone ontstaan bovenop de tunnel aan de huidige grote baan. We zetten zo in op een herinrichting met meer groen en publieke ruimte, veilige fietsroutes en een wandelgebied, dat de leefbaarheid van de dorpskern in Helchteren zal vergroten. We doen dit niet enkel op de grote baan, maar ook langsheen de Kazernelaan. Immers in het voorkeursalternatief wordt actief ingezet op het afleiden van het verkeer komende van het oosten op de Kazernelaan via de Europarklaan richting het op- en afrittencomplex in Houthalen. Hierdoor wordt de verkeersdrukte op de Kazernelaan beperkt en ontstaan ook kansen in het centrum zelf aan bijvoorbeeld het Sint-Trudoplein om meer verblijfskwaliteit, veiliger fietsen enzovoort te organiseren. Ter hoogte van de Mangelbeek komt de Noord-Zuid opnieuw tevoorschijn, na de tunnel van Helchteren, en duikt meteen zo snel mogelijk opnieuw in een tunnel ter hoogte van Houthalen. Tussenin wordt onder de infrastructuur een grote onderdoorgang voorzien die een ecologische passage en een passage ook van de beek zelf ter hoogte van de Mangelbeekvallei garandeert. Dus ook hier wordt ingezet op het versterken van het ecologische systeem rondom de Noord-Zuid. Meer zuidelijk passeren we Houthalen. Net zoals in Helchteren wordt een heel groot deel van het verkeer van de grote baan weggehaald door het realiseren van een tunnel. Die tunnel start in het noorden net na de Mangelbeek, passeert onder de kern door en komt opnieuw tevoorschijn net ten zuiden van de Koolmijnlaan. Vanaf hier volgt de Noord-Zuid de huidige grote baan en sluit aan op de snelweg. Een vlotte verkeerswisselaar zal hier de verbinding met de snelweg garanderen. Tussen deze verkeerswisselaar en de Koolmijnlaan wordt bijkomend een op- en afrittencomplex Zuid georganiseerd dat een aantal belangrijke functies combineert. In eerste instantie zal hier vanop de Noord-Zuid een verbinding gerealiseerd worden richting Hasselt via Zonhoven, langsheen uiteraard de huidige N74, maar wordt ook een rechtstreekse aansluiting van Centrum Zuid voorzien. Vrachtverkeer hoeft dan niet langer via de Koolmijnlaan of de Meerstraat te rijden. Ten slotte wordt in deze zone ook vanop ditzelfde op- en afrittencomplex een toegangsweg voorzien voor Houthalen. Net zoals in Helchteren wordt hier een soort dorpsboulevard, de roze aangeduide lijn, parallel aan de Noord-Zuid gerealiseerd. Een belangrijk verschil met de oplossing in Helchteren is de op- en afrit die vanuit de tunnel aanvullend nog wordt voorzien in Houthalen. Zoals hier aangegeven, de hoogte van de Herenbaan Oost en West, zal vanuit de tunnel het verkeer de kans krijgen om aan te sluiten op de Herenbaan Oost en West, om zo een bestemming in Houthalen te bereiken of een route verder te zetten via de Herenbaan West, de Herenbaan Oost, weg naar Zwartberg. Ook het bedrijventerrein Europark zal via dit op- en afrittencomplex ontsloten kunnen worden. En hierdoor wordt uiteraard heel veel verkeer van de huidige grote baan weggehouden. Tegelijk vraagt deze inrichting
een bredere tunnel en heeft die ook meer impact op de bebouwing langsheen de grote baan. In Houthalen zie je dan ook op deze kaart een veel meer continue aanduiding van de oranje lijn die die indicatie geeft van de impact op de bebouwing. Die impact is nodig om de tunnel te kunnen realiseren, maar wordt tegelijk aangegrepen om aanvullend op een veel meer kwalitatief publieke omgeving of domein bovenop de tunnel, ook een vernieuwingsproject van de bebouwing langsheen de grote baan te realiseren. We sluiten daar ook aan op bestaande processen en initiatieven, zoals het centrumproject ter hoogte van het Kuppensplein. De vernieuwde situatie rondom of bovenop de tunnels van de Noord-Zuid levert dus in Houthalen een zeer verkeersluwe omgeving met een heel groene herinrichting als een soort parkstrip waar langs ook nieuwe woonomgeving zal worden gerealiseerd.